even terug naar Den Haag. Gaat hij het goed doen of niet in Engeland? Wat is jouw vermoeden? Het ligt gewoon aan die spelers. Ja. Het ligt helemaal niet aan Den Haag. Ja, dan ligt aan de aankopen, ja. Wacht even, dus als ze het goed doen, ligt het niet aan Den Haag. En als ze het slecht doen, is het zijn schuld. Nee. Zoals bij Ajax. Met dit elftal is er geen eer te behalen. Nee. Maar kijk, je kunt het nooit heel erg goed doen, want die stad is erg verdeeld met blauw en rood. Mm-hmm. En wat je ook koopt, je gaat Manchester City niet overtreffen. Hoor. Liverpool ook niet. Hij is er nog niet mee bezig trouwens, hè, want hij wordt steeds gevraagd ook. Ik zag het ook weer met Hans. Iedereen probeert het. Hè. Ook de Engelse pers probeert het, maar hij is er niet mee bezig met United. Yes, but you always spend time on the future. But my head and my energy is for Ajax. Are you surprised just how big a job this is turning out to be? Another defeat today for United. I don't have an opinion about that because this is actually respect for the people now who are Man United, and what I say, I'm responsible for Ajax, and that is why I give comment on. Ja, hij gaat een weekje naar de nonnen in Vught, maar ik zou er 3 weken van maken. Ja. Nee, maar die Zuid-Amerikanen zo, die nemen gewoon een tolk. Die laten zich niet belachelijk maken. Ja, die vent die Berlin zat. Ja. Die heeft nooit één woord Engels geleerd. Nog geen yes en nog geen maar dat vind ik ook een soort minachting naar het Engelse publiek. Ja, hoor. Maar dit moet je toch niet. Maar hij probeert het in ieder geval. Ja, kijk, slechter dan Louis kan dit niet doen. Nee, dat is zo. Dat heb je gelijk. Maar hij moet er wel aan gaan werken. Dat is toch maar als je daar woont, dan gaat dat... Je zit gewoon heel hard te lachen, jij. Dat kan toch niet? Hij probeert het tenminste. Nee. Nee, dat is zeker waar. Dat is wel zo. Ja. Maar hij moet er echt wat aan gaan doen, want dit is gewoon wel pijnlijk. Als je dit is pijnlijk. Ja, als hij een bespreking gaat geven in het Engels, liggen die spelers echt over de grond te rollen van het lachen. Ja. Daar ben ik overtuigd. Jij niet? Ja. Nee, maar die moet je niet doen. Nee. Nou, als ik vader Abraham was, zou ik dat plaatje de Smurf weer uitbrengen.